Al een aantal jaar wordt aan het einde van het jaar de actie Eet met je hart georganiseerd. Het is een inzamelingsactie, waar ondertussen 48 Tilburgse horecagelegenheden aan meedoen. Met de bedoeling om geld in te zamelen voor ouderen die eenzaam zijn. De actie loopt langzaam op zijn eind voor dit jaar. En de initiatiefnemers zijn tevreden over het resultaat tot nu toe. Deze ouderen die zitten thuis alleen. En sommigen die zetten zelfs een tweede bordje neer om denkbeeldig hun partner nog aan tafel te hebben. En dat zijn echt schrijnende dingen. Dus wij proberen ze minimaal één keer in de twee maanden. En we hopen echt vaker. Net zoals december hebben we een hele drukke maand. Dan komen ze echt een paar keer aan de beurt. Maar dat zijn ook wel de maanden dat ze het heel hard nodig hebben. En zo proberen we ze mee te krijgen. En zo hopen we dat ze, doordat ze elkaar meerdere malen ontmoeten uit eenzelfde postcodegebied, dat ze elkaar leren kennen. En dat zien we op dit moment ook gebeuren. We hebben 210 ouderen in ons bestand. En dat groeit en dat neemt af en dat groeit. Maar daar zie je nu al dat mensen elkaar herkennen van een vorige. Die zeggen, oh, ik wil naast haar. En die hebben hele verhalen. En ja, dus ja, dat is op de structurele manier dat wij hopen dat in ieder geval die mensen die wij bij elkaar zetten al wel iets duurzaams creëren. De campagne is op 1 november begonnen. In de deelnemende restaurants wordt bij elke totaalrekening 1 euro extra opgeteld. En die gaat naar de organisatie. Met het geld worden ouderen die bij elkaar in de buurt wonen samengebracht, waardoor er nieuwe contacten kunnen ontstaan. Ja, daar is het duidelijk maken dat zij niet alleen zijn. Dat er dus een hele grote groep mensen is met dit gevoel. En ik zeg al, wij hebben 210 ouderen, maar er zijn er nog zoveel meer. We kunnen ze niet allemaal bedienen. Gelukkig zijn er in Tilburg echt heel veel initiatieven. Wij zitten ook als Met Je Hart in de coalitie met Tilburg. Met alle goede initiatieven die rondom eenzaamheid daar zijn. Dat proberen we dan ook tegen die mensen te zeggen van, goh, ga eens een keer naar de Zonnebloem en meld je daar eens aan. Maar als de mensen een kleine portemonnee hebben, is dat alweer moeilijk. Dus ja, ingewikkeld. Maar ik denk dat zoals we het nu doen, dat wij op een hele goede weg zijn. Ouderen vinden het vaak moeilijk om aan te geven dat ze eenzaam zijn. En zeker met de feestdagen in aantocht komt het eenzame gevoel vaak nog meer naar boven dan anders. De initiatiefnemers proberen dus zo goed mogelijk met deze eenzame ouderen in contact te komen. Nee, ja, de reacties zijn gewoon zoals alle jaren dat het goed loopt. Soms loopt het veel harder dan andere jaren. Is ook wel zo dat we natuurlijk het appeltje van Oranje hebben gewonnen. En we echt wel onder een vergrootglas gekomen zijn. Dus dat is heel erg fijn. En waardoor ook de mensen en die in een restaurant komen, maar ook de restauranthouders en het personeel weten wat we doen. Ja, de reacties, ik geloof dat het overal goed gaat. En ik hoop natuurlijk dit jaar, vorig jaar was het 12.000 euro. Ik hoop eigenlijk wel dat we naar de 15.000 of 20.000 euro gaan. Zou heel erg leuk zijn, maar dat weet ik nog niet. De actie loopt nog tot 16 december. De totale opbrengst zal dan bekend worden gemaakt.